Hey, nog even over Ruud Gullit. Ik zat gisteren naar Rondo te kijken. Heb je niet gekeken? Nee. Want wat heel belangrijk is nu bij elke talkshow is dat het eerst even gezellig opent. Dus ja. Op een gegeven moment krijg ik ook een moment voorbij van Ruud op het terras. Die speelt nu mee in een film of zo met Dries Roelvink. Ja. Maar kun je Ruud soms nog volgen met alles wat hij doet? Want kijk even mee. Nu heeft hij zichzelf een rol aangemeten dat hij kritisch naar Dries Roelvink kijkt in glas. Dat toevallig zag ik dat gisteren voorbij komen. Ja, ja, dit. Dat is grappig. Ja. Kijk, Ruud, hij blijft acteren. Hij zegt, ik bleef gewoon heel kritisch kijken. Maar dit is in elkaar gezet. Zeg maar, Dries ging dit doen en hij heeft Ruud uitgenodigd. Nou, Ruud zat in het restaurant, vertelde hij gisteravond. Oh, die zat daar al. Ja, en toen is Dries naar hem toegegaan of hij mee wilde spelen. Ja, ja. Nou, kijk, Ruud... daar is Ruud de ergste niet in. Nee, de ergste niet in. Maar kijk, die Roelvink is natuurlijk gewoon... Dat is een krankzinnige. Hmm. Die is compleet krankzinnig. Heeft ook een boek, trouwens. Ja, maar die is compleet krankzinnig. Die zag ik laten zitten bij Op1. Iedere vraag aan hem draait hij zo dat hij na 5 seconden over zichzelf hebt. Hmm. Dat is echt geweldig. Ja. Dus de vraag gaat niet over hem. Nee. Maar na 5 seconden praat hij over zichzelf. Maar waarom zit hij bij Op1? Dat ging over... Want hij kan niet zingen over... en voor de rest is niemand geïnteresseerd in Dries Roelvink. Ik heb ook wel eens bij hem met Op1 gezeten. Toen ging hij me om een vraag over TBS stellen. Over wat? Ik zat er maar over TBS te praten. Ja, voor zijn zoontjes natuurlijk. Nou, die zat erbij. Ik zat er met vader en zoon. En die gingen me allemaal vragen stellen. Ja. Ja. Heb je die heeft ook een paar van die tanden zo. Nou, ja, die ene jongen heeft alles weg laten zagen toen, weet je. Weg laten slijpen.